NEC won eindelijk de eerste uitwedstrijd na de winterstop. In Waalwijk werd RKC met 2-0 aan de kant gezet. Na afloop spraken we met NEC-trainer Pepijn Leinders en verdediger Frank Sturing. Frank Sturing, gefeliciteerd met de 3 punten. Je eerste goal in de betaalde voetbal en gelijk een belangrijke. Kun je even beschrijven wat er gebeurde? Ik kwam een corner. Ik was daarvoor al een keer gevaarlijk met een corner. Nu stond ik weer helemaal vrij. Ik denk misschien omdat met die rode kaart dat ze niet wisten hoe het ze op moesten pakken. Maar ik stond helemaal vrij en ik schiet hem binnen. Pepijn Leinders, gefeliciteerd met de overwinning. Hebben jullie op corners geoefend? Ja, we oefenen elke week. Dus Patrick bereidt alles goed voor. Wilfried verdedigend, Patrick aanvallend. Dus ja, dat is wel heel prettig. Dus dat wordt allemaal gedaan. Hè. De staf team achter het team. Hè. Dus alle lof naar die mensen. En over het veldspel, was je daar tevreden over? Vlagen goed, ja. Vloeiender, sneller elkaar vinden. Goed kant wisselen, initiatief van achteruit. Twee middenvelders die continu de bal wilden hebben. Goede loopacties van de buitenspelers ook binnenin. En ook Annas die vaak zichzelf liet zien om derde man te maken. Dus ja, goed, ja. Eerste uitoverwinning ook. Was er toch iets wat een beetje in de kopjes ging spelen? Je weet dat je 4 keer achter elkaar uit hebt verloren. Dus en dat het die wedstrijd ook niet goed was. Dus tuurlijk speelt het mee dat je nu extra druk misschien een beetje erop staat om te winnen. Maar we hebben gewoon normaal voorbereid. En we weten dat we deze wedstrijd moesten winnen. En dat hebben we gelukkig gedaan. Tot slot, hebben jullie een penaltylijstje? En zo ja, wie is de volgende na Steven Langille? Dat is Annas. Oké, dan weten we de volgende wedstrijd wie de penalties gaat nemen. Ja, en die schiet hem hopelijk binnen. Maar daar trainen we ook op, dus ik stel je voor. Hè? Kijk, niet alles is te trainen.